Dus daar ben ik weer. Ik dacht, in plaats van vlogs, shoplogs, wat eten we vandaag, boodschappen, kom ik eventjes weer met een update over mijn persoonlijk. Dus eigenlijk persoonlijk gesprek. En eigenlijk was het een aanleiding naar een commentaar die ik had gehad. En ik snap de commentaar best. Ik weet wat goed is, ik weet wat slecht is. Ik weet dat hoe het hoort. Maar ik zeg altijd... Oh, trouwens jongens, liken kan, mag, abonneren mag, kan. Alles aan jullie zelf overgelaten. Oké. Dus wat ik wil zeggen is... Ik kan de commentaar begrijpen... En ik weet wat ermee bedoeld wordt. En ik weet dat wat het mag en wat niet kan. Maar over mezelf. Ik heb het over mezelf, hè. Ik heb het niet over het algemene mens. Ik heb het niet over het geloof zelf. Ik heb het over mezelf. Ik zeg altijd, ik ben een moslima op mijn eigen manier. Op mijn manier wat ik denk dat bij mij past. Want ik bid niet, ik kan niet bidden. Ik zou het wel willen leren, maar ik kan het niet. Ik kan het ook niet lezen, de Koran. Ik lees het wel in het Nederlands, want dat heb ik in het Nederlands. Mijn partner daartegen is Egyptenaar. Hij leest de Koran, hij bidt vijf dagen. Hij bidt vijf keer in een dag. Hij leest ook de Koran. Dat is voor hem zijn taal natuurlijk. We hebben elke dag, daarom hoor je het in mijn vlog en ik overdrijf niet, elke dag bij ons in huis is de internet op de Koran. Hij staat dag en nacht aan. En zoals jullie straks in de clip zullen zien hier achteraan, hebben we Koran. Van mijn vader heb ik toen die dood ging. Van mijn moeder heb ik toen die dood ging. Van mijn zuster heb ik toen ze dood ging. Mijn moeder, die kon het wel. Die kon het bidden. Vijf dagen. En vijf keer in een dag. En lezen. En ze bidde ook. Haar kleed, wat jullie ook zullen zien. Die is van mijn vader toevallig. Want die deed het ook. Mijn vader die kon Urdu. Omdat hij Pakistaans was. Dus... Mijn moeder de kleed heeft mijn man ook. Daarop bidt hij ook. Het is voor hun altijd zegeningen wat ze krijgen. Ik weet alles wat goed en slecht is in het moslimgeloof. Ik weet hoe het gaat. Maar daarom zeg ik het altijd. Ik doe het op mijn manier. Jullie zullen ook zien, ik heb tatoeages. Dat was voor de tijd. Ik heb lange nagels, wat ook niet mag. Ik weet dat allemaal. Maar... Ik heb zoiets van, mijn nagels maken mij geen moslima. Mijn tatoeages maken mij geen moslima. Mijn hart, mijn geloof erin, dat maakt mij moslima. Heel veel mensen zijn gelovig, heel veel mensen zijn moslims. En wat doen ze, wat zijn ze? En in de mom van, ik ben een moslima, ik ben een moslim en dit. Ik zeg het niet. Ik hoef het ook niet aan de buitenwereld te wijzen. Dat ik het ben. Als ik het maar in mijn hart, als ik het maar voor mijzelf weet, dat ik het ben. Ik laat iedereen in zijn normen en waarden, iedereen in zijn geloof. Ik weet, islam zegt er is maar één geloof, dat is Allah. Ben ik ook mee eens. Maar ik zeg ook niet. Die mens is slecht of die mens is slecht, want wie ben ik om dat te oordelen? Ik ben geen God, om dat te zeggen over andere mensen. Iedereen is op deze wereld gezet, toch? Dus waar ze in geloven, waar ze in praktiseren en hoe ze zijn, ieder voor zich. Als ik weet dat mijn hart zuiver is en als ik weet dat ik tevreden ben daarin. Los van dat... Al de dingen dat ik niet kan en dat ik niet weet hoe het moet gedaan worden, ik luister wel elke dag naar de Koran. Ik
lees het in het Nederlands. Ik kijk altijd wat mijn man doet. Ik ben altijd rustig als mijn man aan het bidden is. En elke jaar doe ik mee aan de Ramadan. En dat hou ik gewoon 30 dagen lang vol. Ik kan dat, want even een privé onderstuk erbij. Ik ben al lang in de overgang. Ik was 45 toen ik al in de overgang was. Sorry. Ik was 45 toen ik al in de overgang, of 43 begon het al. En 45 was ik in de overgang. En ik kan dus gewoon 30 dagen lang de Ramadan volhouden. Voor de mensen die het niet weten, als je dus onrein bent, je bent ongesteld, dan mag je dat dus niet doen. Dat moet je dan later inhalen. Over het geloof, mijn man vertelt me altijd de verhalen hoe het in de Koran staat geschreven in het Nederlands. En er is niet één verhaal misschien dat ik niet kan, niet ken. Ik hoor het. Ik weet dat je geen beelden mag. Ik weet dat je geen spullen mag. Want dat heeft geen leven. Iets wat geen leven heeft, kan je ook niet in je huis zetten. Dus ik begrijp dat echt heel goed. Daarom heb ik één gedeelte wat gewoon helemaal vrij is van alles en nog wat. En heb ik mijn Korans allemaal goed opgeborgen in één kast. Zodat daar geen andere rotzooi tussenin zit. Maar ik heb gewoon een make-up afdeling. En waar ik dus wel spullen van Action heb die ik leuk vind. Die heb ik wel dus aan die kant neergezet. Maar dat heeft niks te maken met mijn man dat hij bidt. Of met mijn geloof. Dus daarmee wil ik zeggen, ik begrijp het heel goed. Ik weet het heel goed. Maar ik weet ook dat mijn hart zuiver is. En dat bedoel ik met mijn hart zuiver. Ik laat de islam wel in mijn hart binnen. En in mijn hart en in mijn ziel zijn de twee belangrijkste plekken waar je de islam binnen kan laten, volgens mij. Volgens mij, dat is mijn geloof. Mijn interpretatie erin. Want wat mag je niet in het islam? Wie is nou helemaal zuiver? Je mag niet epileren. Je mag niet make-up dragen. Je mag geen tatoeages. Je mag geen nagels. Je mag niet je lichaam wijzen. Je moet een hoofd. Je moet niet. Maar bedekt is veel beter. Dus wie is daarin 100% zuiver? Wil ik ermee zeggen. En ja, daarom zeg ik, ik laat iedereen zijn normen en waarden. Als iemand zegt tegen mij, hij is moslim of zij is moslim. Goed, als iemand zegt, hij of zij is hindoe, goed. Als iemand zegt, hij, zij is christen, goed. Als iemand zegt, hij, zij is protestant, goed. Dat is hun waarden en normen. Ik heb mijn waarden en normen meegekregen en ik hou me daaraan. Dat was dus het gedeelte van het uitleg voor mij hoe ik het islam zie en hoe ik het islam voel. En heel veel mensen zullen er niet mee eens zijn. En die zullen denken, wat voor een moslima ben jij nou? Met je tatoeages, met je nagels en met je praatjes. Tegen hun zeg ik, weet je wat? Dat is hoe ik ben. Dat maakt mij wie ik ben. En ik weet van mezelf. En dat zal nooit iemand mij kunnen wijsmaken dat ik een slecht mens ben en dat ik geen moslim ben. Dat gezegd te hebben, begrijp ik heel goed dat het niet slecht bedoeld is, de commentaar. Maar ja, ik voelde me een beetje aangesproken omdat ik toch
toch een uitleg wou geven, omdat het niet zo is dat ik het niet weet. Natuurlijk weet ik het wel, wat goed is en wat slecht is. Maar goed en slecht betekent niet in spullen, niet in dingen. Ik vind het, hoe zeg je dat? Ik waardeer het veel meer in een persoon. Hoe goed is die persoon of hoe slecht is die persoon? Nou, dat gezegd te hebben, ben ik nu onderweg naar de kids, kijken wat hun doen. En jongens, als jullie misschien snuiten, sorry. Ik ben van mijn 16e jaar al, heb ik last van mijn neus. Ik was vanaf mijn 16e jaar, ik ben nu 52, word ik 10 november. En elke ochtend is het niezen. 16 jaar lang, toen ik 16 was, is het niezen en is het snuiten. En dan in de loop van de middag, rond een uur of 11, dan is het over gewoon. Wat wil ik nog meer kwijt? Nu dat ik toch bezig ben en onderweg ben, kan ik net zo goed vol flitsen. Heb ik mijn tijd ook gehad. Oh ja, er komt een vlog van Sien. Ik had kleding besteld in een grotere maat. En een hele mooie jas van Tijgerblind had ik besteld. En die heb ik binnen gehad. Dus die zal ik ook nog online zetten. En nu ga ik naar mijn zus. Mijn zusters en mijn overleden moeder, die waren 29 oktober jarig. Mijn moeder was altijd jarig met de tweelingzusters van me en mijn oudste zus. En dus eentje vierde het donderdag, andere vierde het vrijdag. Eentje vierde met zaterdag. En ja, met deze COVID kan je niet overal een beetje in Nederland. Dus dan was het elke keer een stapje bij die, een stapje bij daar, een stapje bij die. En vandaag wou mijn zus naar Noppes gaan in Horen. Dus misschien neem ik jullie mee naar Noppes in Horen. Ik zou zeggen, tot zo. Wit gekleed. Kleine Koran, de grote Koran, jongens, ik heb dus Noppes niet gefilmd. Voor Noppes was het heel druk, dus ik ben er alleen maar even in en uit geweest. Dus dat had geen zin om te filmen. Trouwens, dit is mijn favorite jas bodywarmer. Die draag ik over mijn lange vest altijd, want die heeft mouwen.
En dan is het lekker warm. Dus mijn sjaal die jullie zagen in de vlog hiervoor. En het hoofdband. Die heb ik hierop afgestemd. Dat gezegd te hebben, gaan we nu weer naar het restaurant. Voor het afhalen. Stelt ook niet veel voor. Maar ja, je moet toch wat doen om overeind te kunnen blijven. Dus, ik ga het zo heen. En dan, ik heb ook boodschappen gedaan. Ik kan het wel hier achteraan. Ja, misschien doe ik ook nog de boodschappenlijst hier achteraan. Maar nu zitten we in de auto zoals jullie merken. Dus tot zo. Nou, zoals ik zei, de boodschappen heb ik gedaan bij de thee. Daarvoor ik ging was voor de champignons, voor op de pizza. Dus die. Dan hadden ze wasverzachters of wasmiddel 1 halen. 1 betalen, 2 halen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. 1 halen en 2. Nee. Wat was er dan? 1 betalen, 2 halen. Dus voor 3. Voor 1 prijs. Nou. Ik heb de wasverzachter heb ik in passiebloem. De andere wasverzachter heb ik in Beautiful Mystery. Wasmiddel heb ik in Zwitserland. Dan hadden ze ook 2 voor 3,50. Anders is het 1 voor 2 euro. Dus kokos. Verschillende nootjes. Oven roasted cashew. Almond salted. Roasted pistache. Melange, raffigot romig voor op de salade, crunchy sultana nieuwe kaas en tomaat smaak, volgekookte stamppot aardappels die gaan maken met haricot op een Hindoestaans nummer. Dan genieten van eigen gebak. Roomhoezen. 2 stuks. En dan een washable, reusable, dus je kan hem wassen, je kan hem weer gebruiken. 100% katten, comfortable fit, face cover. Voor 5 euro is die. En dat was de boodschappen. Dus, deze vlog ga ik afsluiten. Er komt nog een Shen vlog. En jongens, take care.